Weet u wat links gaan, rechts staan betekent? Nee. Nou, mensen die haast hebben, die gaan meestal links en die wat een beetje rustiger, die gaan rechts. Wat is dan net gebeurd, hè? Ja, ik had hem. Nu dat je het zei, ik ga het door. Ja, op de meter of op de roltrap. Ja, maar ik weet niet of ik het deed. Je blijft staan aan de rechterkant van de roltrap, zodat mensen die de trein moeten halen of die haast hebben, je voorbij kunnen. Maar dat is wel makkelijk. Dan klop ik jou niet in de weg. We attenderen mensen er eigenlijk op een hele simpele manier op. Op het moment dat je aan de linkerkant van de roltrap staat en je juist naar rechts zou kunnen gaan, dan zie je eigenlijk aan de linkerkant 3 stickers op 3 momenten op de roltrap. Bijvoorbeeld hier achter ons. 3 stickers die je op dat moment er even op wijzen. Hé, joh, maak even een stapje naar rechts en dan is het probleem eigenlijk opgelost voor die mensen achter je. Ik ben pas geleden in Engeland geweest, daar is het een automatisme. Maar hier in Nederland is het soms nog wel eens moeilijk. Ja. Soms hebben mensen het ook niet helemaal door, snappen ze het niet dus. Ik denk er niet altijd aan. Dus ik loop, ja, ik ga gewoon op de trap staan en dan ineens komt er iemand aan. Oh, ik moet er voorbij. Het is zeker niet verplicht en we willen ook niemand verplichten daartoe, maar het is meer een advies. Op momenten dat het juist rustiger is op de roltrap, dat je dan de stikken ziet, dat je op momenten dat het iets drukker is, daar rekening mee houdt en dat je dan een stapje naar rechts toe doet. En zeker als ik geen haast heb, ik blijf altijd keurig netjes rechts staan, dat een ander links kan passeren. Als het heel rustig is, dan, ja, dan sta ik gewoon in het midden of zo. Kleine moeite om rechts te staan.